Bij het vliegtuigongeluk woensdag in Tripoli zijn onder de slachtoffers zeer waarschijnlijk ook twee inwoners van Schalkhaar te betreuren. Zo melden diverse media, waaronder de Stentor. Het zou gaan om een echtpaar dat drie kinderen achterlaat. Tijdens de mis donderdagmorgen in de Nicolaaskerk in Schalkhaar is stilgestaan bij de vliegramp. Het zou gaan om een echtpaar uit deze parochie. Vanuit de kerk is geschokt gereageerd. Burgemeester Andries Heidema is op de hoogte van de mogelijke slachtoffers. Hij noemt het ongeluk ongelooflijk droevig, maar hij heeft nog geen officiële bevestiging gekregen. In Schalkhaar is het nieuws het gesprek van de afgelopen dagen. Nou, toen ik aankwam rijden, was hier één grote rookpluim. Donkere grijze rook. Kon eigenlijk niks zien. En hier waren ze aan het blussen. Ja, dat was eigenlijk alles op dat moment bekend was. Enig idee waarop dat kan duiden? Het duidt op brand, maar dat schijnt volgens de brandweer niet zo te zijn. Vanmiddag rond 2:50 kwam een melding van een binnenbrand bij AkzoNobel. Wat er precies aan de hand is nog onduidelijk. In een loods met opslag kwam rook vandaan. Brandweer bluste uit voorzorg de dichte dozen met water. Wat er in de dozen zit en wat voor chemische reactie er eventueel kon vrijkomen is niet bekend. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid, maar kon al vrij snel haar eigen weg volgen. Er hoefde niemand geëvacueerd te worden. De brandweer en AkzoNobel wilden vanmiddag nog niet voor camera reageren. Komen er vaker meldingen van AkzoNobel af? Nee, hooguit af en toe een automatisch brandalarm. Het stelt eigenlijk nooit wat voor. Halfjaartje terug is er een soort gelijkgeval geweest met veel rookontwikkeling. Maar toen was er wel daadwerkelijk wat aan de hand. Wat voor een melder kwam hierbij vanaf? Het kwam binnen als een binnenbrand. Waaruit twee brandweervoertuigen zijn uitgerukt en een hoogwerker. Go Ahead Eagles heeft donderdag een grote stap gezet naar promotie naar de Eredivisie. In de wedstrijd tegen Willem II kwam Koen van der Biezen 10 minuten voor tijd het veld in en zorgde voor de 1-0 overwinning. Het feest begon voor de wedstrijd al toen een duizendtal supporters zich in de binnenstad verzameld had. Om 1 uur begon de indrukwekkende tocht naar het stadion. Wat gaat het worden vandaag? Ik hoop 4-1 voor de Eagles. Hoop, hè? Hoop. 3-1. 3-1, waarom? Ja, gewoon, ik voel het. 3-0. Ja. Helemaal mee eens met elkaar. Zonder twijfel. 3-0, ja. En gewoon een makkelijke wedstrijd. Uitpakken we met 2-1 trouwens. Winnen we met 2-1. Voor aanvang van de wedstrijd werd gevraagd om een minuut stilte uit respect voor de slachtoffers van de vliegramp in Tripoli. Een minuut lang was het indrukwekkend stil in het stadion, waarna het gejuich weer losbarstte, want iedereen wist hoe belangrijk deze dag was. Ondertussen probeerden zoveel Tilburgers op Deventer Radio af te stemmen dat de website overbelast raakte en tijdelijk niet meer toegankelijk was. Na een zenuwslopende wedstrijd wist Go Ahead dus met 1-0 te winnen en is de plek in de Eredivisie een stapje dichterbij. Ze hebben jou net op tijd het veld ingestuurd, geloof ik. Ja, inderdaad. Nou ja, het had nog een kwartier later gekund. Maar ik kon ook niet langer spelen als dit. Het is mooi dat de trainer nog zoveel vertrouwen in mij heeft. En dat hij me het maximale aantal minuten dat ik kan spelen, maar laat spelen. Net voor eindsignaal toch nog een doelpunt. Had je dit verwacht? Nou ja, goed, ik vond dat wij wel heel geduldig bleven spelen. Ondanks dat Willem II behoorlijk compact en verdedigend speelde. De hele echte kansen hebben we er maar een paar van gehad deze wedstrijd. En ik heb wel altijd op de bank gezeten dat hij alsnog wel zou kunnen vallen. En ik moet ook zeggen, ik vind het ook wel een beloning voor de manier waarop we vandaag gespeeld hebben. Want dat vraagt toch een bepaald geduld, concentratie, bijna geen kansen weggegeven. Dus wat dat er gaat, ben ik wel blij met de 1-0. En blij dat Koen het veld weer in kon. Ja, kijk, dat is natuurlijk vooral persoonlijk voor Koen hartstikke mooi dat als je een half jaar aan het revalideren bent en zeker de manier waarop hij dat gedaan, zeer professioneel, hard gewerkt, dan is het des te mooier dat je op deze manier de club, het elftal en hemzelf van zo'n belangrijk doelpunt voorziet. Jullie staan met 1 been in de Eredivisie, wat verwacht je er zondag van? Ja, 1 been of geen been of 1 driekwart been, dat telt allemaal niet. Om 4:30 zondag zullen we het weten of het ons gelukt is. Het zal een ander soort wedstrijd worden. Willem II zal wat meer op de aanval moeten spelen. Die zullen waarschijnlijk wat opportunistischer gaan spelen. Dus wat dat dan gaat, wordt het daar weer een hele ander soort wedstrijd. Zondag is de allesbeslissende wedstrijd in Tilburg. Eagles supporters hebben alle vertrouwen in hun club. De wedstrijd zondag zal in de Adelaarshorst op een groot scherm te volgen zijn, waarbij iedereen natuurlijk welkom is. We gaan ze afmaken. Ja, we gaan mee, dus we gaan ze afmaken. We gaan gewoon binnen, Eredivisie. Ja. Yes. Gaan we promoveren zondag? Ja, 100%. Gaan ze pakken. Mochten de Eagles zondag winnen, dan zal de club maandagavond een rondrit door Deventer maken en gehuldigd worden op de Brink.
Dat belooft één groot feest te worden. Op het station in Deventer zijn sinds kort deze geluiden te horen. How does it sound? It's like a little bit annoying. Ja. Wat denk je dat het zijn? Ik denk gekke beestjes, weet je, die aanvallen bij World of Warcraft. Serieus. Daar word je gewoon paranoid van, toch? Dat was het eerste waar je aan dacht toen je het hoorde. Ja, echt serieus. Heb je het al eerder gehoord? Nee. Ja, toen ik aankwam. Heb ik het ook gehoord, ja. En wat dacht u toen? Nou, ik heb geen idee van wat het heeft, voor nut heeft. Er loopt een unieke proef. Door middel van geluiden doet ProRail onderzoek of synthesize geluiden in combinatie met geluiden uit de natuur invloed hebben op het reizende publiek. Het zou onbewust de reizigers moeten aansporen sneller of langzamer te lopen op momenten dat het gunstig is voor de doorstroming. Daarbij moet het de veiligheid vergroten. Dit experiment loopt alleen in Deventer. Toch hoort niet iedereen de geluiden. Nou, die heb ik niet gehoord. Nee, die zijn niet tot me doorgedrongen. Voelt u zich al meer ontspannen? Ja, maar dat komt niet. Oh, hoor ik nu een uil? Dat zou kunnen. Maar tot uw onbewustzijn voelt u zich veiliger? Nou, ik kan niet zeggen dat ik me daar echt veiliger door voel. Nee, nee, nee. Maar ik zeg, ik heb het ook niet bewust tot me genomen. Weet niet. Telefoon? Geen idee. Radio? Op verschillende delen van het station draaien aangepaste geluiden. Daarbij heeft ook ieder uur nog eens zijn eigen programma. De proef loopt tot volgende week woensdag. Mocht het experiment een succes zijn, zullen de geluiden op ieder station in Nederland te horen zijn. De NS was niet op de hoogte van ProRail haar actie. Welk bureau het onderzoek uitvoert is niet bekend. Ik denk wel dat het effect kan hebben, maar dan denk ik toch dat het iets meer volume moet hebben. Want ik zeg het is mij echt ontgaan. Zorggroep Solis in Deventer heeft een unieke nieuwe aanpak voor revaliderende mensen ontwikkeld. Bij Solis verpleeghuis PW Jansen zijn ze hier al een tijdje mee bezig en het resultaat mag er wezen. Mensen kunnen ruim een week eerder naar huis. De aanpak van Solis is uniek in de regio. Er zijn heel veel revalidanten in Nederland die binnen verpleeghuizen revalideren en binnen de geriatrische revalidatie. En dat grote aantal maakt natuurlijk samen heel veel dagen. Als je daar 5 dagen per cliënt vanaf kan halen, scheelt dat een enorme pot met geld. De revalidatie bestaat uit 3 stappen. Om te beginnen worden er gesprekken gevoerd met cliënten en lotgenoten om de nieuwe situatie te accepteren. Vervolgens kunnen cliënten energie opdoen en aansterken in een ontspanningsruimte, bijvoorbeeld met heerlijke relaxstoelen. Hoe vindt u het om in deze stoel te liggen? Heerlijk, ja. Merkt u dat het iets goeds voor u doet? Ja, mijn benen komen tot rust, hè. Die willen andersom, deze tijd nog wel eens dikker worden. Maar ze komen lekker tot rust. De laatste stap in de revalidatie is oefenen. Binnen in de trainingsruimte, maar ook buiten. Er is namelijk een echte proeftuin aangelegd waar de cliënt lopend of in een scootmobiel met allerlei hindernissen kan oefenen. Wat vindt u daar nou van, zo'n oefentuin? Dit is geweldig. In ieder geval geweldig. En waarom is het zo geweldig? Nou, je kunt degene, ik kan dit behoorlijk goed rijden, maar er zijn een heleboel die moeten allemaal nog leren. En dan kun je dan een prachtig circuit om te leren hier. Want bij ons, ik woon buitenaf, dus ik kwam wel gereeld een beetje op de openbare weg. Dus je moet goed weten wat je doet en overal naar kijken. Geeft het u nou meer zelfvertrouwen als u straks buiten rijdt, alleen? Ja, toch wel. Ja, toch wel, echt wel. Ja, zeker weten. Nee, dus ik vind dit geweldig. Het aantal mensen dat na hun ontslag naar huis kan, in plaats van bijvoorbeeld naar een verpleeghuis, ligt met 88% bij PW Jansen veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 55%. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.